Wat ik me nou afvraag, hè, ja, dat is, hoe ver kan Geert Wilders gaan? Ja, hoeveel water kan hij bij de wijn doen? Ja, zodat het nog een beetje naar de wijn smaakt van de PVV. Daar gaat het over. Ja, want ja, hij moet, kijk, dat hele verhaal over die grondwet en alles met de Koran en noem het allemaal maar op. Ja, daar is hij kansloos natuurlijk. Dat moet hij al sowieso weggeven. Maar ik denk dat de mensen die op hem gestemd hebben, dat die ook wel denken van, nou ja, dat zal allemaal wel. Maar nou even die andere punten. Ja, want er komt nu een soort van tussenfase en daar moet dus dan overlegd worden. Nou, daar gaan we dan. Bijvoorbeeld met Oekraïne, moeten we wapens geven aan Oekraïne, ja of nee? Dat gaat hij er nooit door krijgen, vrienden. Dat gaat echt niet lukken. Nee, want je kan moeilijk tegen Poetin zeggen, ja, loop maar door. Ja, ga je gang, kom maar, ja. En dan staan ze, binnenkort staan die Russen daar bij Overdinkel aan de grens. Ja, dus dat kan niet. Dus, nou ja, goed, en zo zijn, en ook over het klimaat. Dat je, natuurlijk moeten er niet zoveel miljarden in het klimaat. Nee, dat begrijp ik. Ja, dat moeten we ook zeker niet doen. En daarom ben ik ook zeker tegen links, maar ja, helemaal nul en het helemaal ontkennen, dat kan natuurlijk ook weer niet. Dus ja, daar moet hij ook behoorlijk wat water bij de wijn gaan doen. En dan hebben we natuurlijk nog een punt, ja, van de EU. Ja, dan kun je wel uitstappen. Ja, maar dan moet je in Engeland vragen hoe dat bevalt. Dus ja, weet je, hoeveel water kan hij bij de wijn doen dat de PVV nog PVV blijft? Ja, en al die mensen die op hem gestemd hebben. Ja, wanneer zijn die nog tevreden? Want die Wilders, die is zo lang in de oppositie geweest en heeft nog nooit eens een keertje kunnen regeren. Ja, die heeft honger. Die heeft honger naar dat soort macht. En die wil dat ook dolgraag een keer. Dus die is wel bereid om heel veel water waarschijnlijk bij die wijn te doen. Maar ja, wordt dat te veel water voor zijn aanhang en voor de mensen die op hem gestemd hebben? Dat is dus de grote vraag. En keren zij zich dan van hem af? Of is het gewoon alleen maar asiel? Is dat het enige thema wat de mensen ertoe heeft gebracht om op hem te stemmen? Dat kan. En al het andere, dat kan ze geen bal schelen. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar ja, er zijn ook mensen, en dat heb ik al wel gelezen, die het wel met een aantal van die punten eens zijn. Ja, die zeggen, ja hoor, uit de EU of ja, klimaat, niks. Dat kan allemaal. Ja, toch zou ik willen zeggen tegen Geert, wees voorzichtig.